beautiful people. You live in the same world as I do. But so ja, eigenlijk het extreem. Ik vind het ook geweldig weer hoor. Nostalgie, we zien een kerkje, de schapen en de koeien en het grasland. Maar toch echt wel extreem in de zin van extreem weer van windhozen, zware buien. Liefst die buien cellen waar je steeds meer over leest. Zwaar onweer of hagel. Ja, ik weet dat het gevolg kan vreselijk zijn. Maar aan de andere kant ben ik soms zo egoïstisch dat het geweldig is om dat ook mee te maken. Of heftige storm of zo, dat soort dingen meer. Ja, dan ga ik er echt op uit. Of 's nachts als het moet ook. Kan ik mooie foto's maken. Maar dan waar een ander zich als paniek naar binnen gaat, vind ik het geweldig om echt die dingen te zien en daarop uit te gaan. En liefst dan mooie foto-opnames van te maken of anderszins. Maar ja, dan is het weer natuurlijk heerlijk en zo. Ja, je moet ook de minder leuke kanten wat heet. Dus ik praat ook nooit over slecht weer, maar het kan minder mooi zijn of minder weer. Maar het geweer is natuurlijk iets geweldigs. Het is een organiek die natuurlijk wereldwijd speelt. Ik herinner me dat ik op school met natuurkunde lessen of over weer of over mijn part de prehistorie altijd extra belangstelling had. Toen was ik nog maar een jaar of 12 op school, lagere school. En later dan natuurlijk op de Mulo enzovoorts. En die passie is dan gegroeid dat je naar het weer ging luisteren. Je had vroeger twee keer per dag had je het weer uitgebreid, dat heette dat ook weer. De weerberichten van land- en tuinbouw, dus morgens om 7:30 en dan nog om 12:30. Dan werden al die weerstations omgeroepen en zo en het water en wat voor weer het zou worden. Niet meer eens 2 dagen vooruit, dat was al heel wat. Ik had een soort weerstationnetje met een thermometer en een regenmeter en ik hield het met een schriftje allemaal nog bij. Volgens mij heb ik dat allemaal nog van die tijd. Dat was een jaar of 12 en dat is natuurlijk in de loop der tijd professioneler geworden. Je ging eens bellen met een Jan de Jong en een Jan Visser en een Piet Pelleboer. Dat kon gewoon die tijd nog. En later ging je zelf dat professioneel doen. Dan kwam de computer. Nou, je kent het verhaal wel. Maar zo is het eigenlijk wel begonnen, die fascinatie. En het gek is dat, ik wil niet zeggen alle 700 leden, maar toch heel veel mensen ooit op die wijze toch een beetje begonnen zijn. En sommigen zijn professionals geworden. En die zie je op tv of die zie je bij de KNMI werken en zo. En ze wisselen veel ervaringen uit. Dat gaat vaak dan met gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld, ik heb noodweer gehad. Of er was een windhoogte, dan wordt die direct op onze site gezet. Later ook in het vakblad. Ze hebben vaak hele mooie weerstations met allemaal metingen die je ziet. Of vaak mooie sites van foto's en wat gebeurd is. En dan wisselen ze die ervaringen uit. En ze komen een paar keer per jaar, nou ja, misschien 100 van de 700 leden, bij een landelijke bijeenkomst. Waar behalve de algemene ledenvergadering ook presentaties zijn van diverse bekende mensen over weer, natuur, calamiteit in het weer of over oceanografie en zo. Mensen van het KNMI of andere bekende professoren, dat doen we heel goed. En ze hebben ook een aantal regiobijeenkomsten waar uitgebreid gesproken wordt over ervaringen wat ze meegemaakt hebben in het weer. Dan hebben ze een agenda, dat is wel heel leuk, dat is bij nostalgie. Ze hebben een agenda van ongeveer 10 punten, maar ze komen niet verder. Dat is agenda punt 4, omdat ze allemaal zo uitgebreid willen vertellen wat zij aan bijzondere dingen de afgelopen maanden en jaren vergeleken meegemaakt hebben. Zo dat heel veel boeren, die hebben thuis ook een behoorlijk weerstation. En die kunnen ook gebruik maken van allerlei sites als KNMI, Meteoconsult, Weerplaza of de Engelse of Duitse sites. Dan kunnen ze dat gratis afhalen. Maar die ook vaak een abonnement hebben bij een Meteo Groep of zo bijvoorbeeld. Hè, met KNMI en daar betalen ze ook wat voor. En ja, als je dan daarnaast zit, dan heb je toch een probleem volgens mij. Niet alleen dat zo'n boer zich daarop beaamt van hoe dingen moeten gaan gebeuren voor zijn oogst en voor zijn dingen wel of niet beschermen. Maar ook het feit dat je daarvoor betaalt. De bouwwereld die heeft toch abonnementen bij Meteo Groep bijvoorbeeld. En ja, dan moet je er toch niet al te ver naast zitten. Vroeger kwamen we niet verder als 2 dagen en dan ging dat nog wel heel redelijk en zo. We waren wel computermodellen, maar dat was natuurlijk heel beperkt. Tegenwoordig hebben we natuurlijk metingen en dat gaat zo snel per seconde. We wereldwijd al die dingen staan, vooral in West-Europa. En dan nog gaat het wel eens mis. Ja, dat klopt. Vooral iets lange termijn wil het niet altijd waar zijn. Of soms is een verrassing. Bijvoorbeeld, er komt een depressie en dan denken wij, die volgt de baan over Nederland. Wat is nou 100 kilometer? Ja, voor ons heel wat, maar in de lucht is dat niks. Gaat die over België? Ja, dan krijgen we opeens ander weer. Dan wordt het toch opeens mooi weer. Nou, lekker ben jij, zeg ik dan. Of het zou mooi weer worden, dan krijgen we toch opeens nog buien even in de staatje. Dus
Dat kan gewoon gebeuren, maar echt lange termijn beleid. Je ziet ook dat het weer iets is waar zoveel factoren een rol spelen. Dat het toch heel moeilijk is met deze mooie apparatuur en al die computermodellen die we hebben, waar je natuurlijk wel zelf ook kennis in stopt. Dat toch lastig is om dat voor de komende dagen vooruit of weken goed neer te zetten. Ja, over die besturen, precies. Nee, ik zit inderdaad in heel veel besturen. Dat is niet van vandaag, want ik heb vroeger lang bij de vakbond gewerkt. En ik vertegenwoordig de vakbond in talloze besturen waar werkgevers, werknemers en overheid elkaar tegenkwamen. Dus mijn werk, mijn passie is ook onderhandelen, mensen overtuigen en vooral altijd zoeken naar oplossingen. Nou, daardoor zit ik ook in mijn vrije tijd deels in allerlei besturen van Woerden Marketing, het Groene Hart, hier in de Milandhof. Maar het gaat mij er ook vooral om dat je ook iets inhoudelijks met elkaar bespreekt of waar je denkt dat je een oplossing aan kan dragen om het allemaal beter en leuker te maken. Dat kan zijn voor het Groene Hart en voor Sterk Woerden. Woerden op de kaart zetten, het Groene Hart op de kaart zetten. Woerden is hoofdstad van het Groene Hart, dat soort dingen allemaal. Maar ook als het gaat over politiek of andere actualiteiten, dan ben ik bereid om daarover mee te denken, tijd in te steken en te zoeken naar een oplossing met je collega's en het netwerk. Het is wel zo dat ze, ondanks die klimaatopwarming die we hebben, en dat we dan wel hele zachte winters de afgelopen jaren gehad hebben. De afgelopen winter was geloof ik de zachtste sinds 100 jaar dat we metingen doen, heel precies. Kan het nog steeds. Er kan nog steeds zo zijn dat de luchtdrukverdelingen zo zijn dat we veel kou uit Oost-Europa krijgen. Als het dan zo'n december, januari is en daar voldoende volume zit van kou Siberië en trekt onze kant op. Geloof mij, dan kunnen we nog steeds een heel strenge winter krijgen, inclusief een LST-tocht. En zoveel kou dan we het voorlopig niet meer willen hebben. Nog steeds. Someone with the same pattern.